Hey iedereen, Wesley hier. Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik altijd mijn mening geef over muziekalbums, films, musicals en alles wat met muziek te maken heeft. Zoals je al in de titel hebt kunnen lezen, ga ik een albumrecensie doen op het nieuwste album van Nederlandse country, pop en rockzangeres Ilse de Lange, genaamd Gravel and Dust. En ja, ik weet dat september zou eigenlijk in het teken moeten staan van hip-hop, maar ja, dit is ook een van de albums die toevallig niks met te maken heeft. Er zijn ook een paar andere albums waar ik ook zeker even naar kijk. Dat is het nieuwe album van Korn, genaamd The Nothing. En heel interessant genoeg, er komt ook een nieuwe album van heavy metal band Dragon Force. Daar ga ik zeker ook even naar kijken deze maand. En daar is ook nog eens een nieuw album van de rapper Ghostface Killah. Die ga ik zeker weten ook even doornemen. En heel misschien ga ik kijken of misschien het album Illmatic van Nas en To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar ook deze maand ga beoordelen. Maar dat moet ik nog even zien. Maar ik hou je nog wel op de hoogte via social media en dan op YouTube ook. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met de albumrecensie van het nieuwste Ilse de Lange album Gravel and Dust. We were busy closing down. Gravel and Dust is het 9e studioalbum van de Nederlandse country, rock en popzangeres en Common Linnet zangeres Ilse de Lange. Kijk, ik snap wel dat mensen zoiets hebben van dit is haar 15e album. Maar als je haar live albums en verzamelalbums niet meetelt, dan is Gravel and Dust eigenlijk haar 9e album. Technisch gezien, eigenlijk. Ilse is speciaal voor dit album helemaal afgereisd naar Nashville in Amerika. Om te werken met de Amerikaanse producent T-Bone Burnett. Die als artiest en producent ook nog eens een grootheid is in de Amerikaanse muziekindustrie. Om dit album te kunnen maken. Het album praat vooral over liefdesverdriet, eenzaamheid en frustratie in de liefde. Dit zou volgens Ilse haar meest eenvoudige, poëtische, persoonlijkere en pure album zijn die zij tot nu toe gemaakt heeft. Volgens een interview waar zij aanwezig was bij De Wereld Draait Door. Back to the water, back to the... Ilse omhelst de hele country vibe op dit album en dat is tot op het laatste nummer goed te horen. Patoon voelt het project heel duister en triest aan, wat wel mooi past bij de thema's die besproken worden op dit album. Maar op de een of andere manier voelt het daardoor heel langdradig en sloom aan. Heel vernieuwend klinkt het album ook weer niet, doordat bijna alle nummers dezelfde toon en vibe hebben. Waarbij je zou denken dat alle nummers op dezelfde manier geproduceerd zijn. Verder is ook weinig afwisseling in de tonen, want het zou ook leuk zijn als er ook een paar upbeat nummers of een paar power nummers op dit project te horen zouden zijn. Maar jammer genoeg mocht dat niet zo het geval zijn. Waardoor het al een beetje langdradig en sloom aanvoelt. De songwriting is ook erg mooi en hoewel het voor de doorsnee persoon soms moeilijk te achterhalen is om te weten waar Ilse het over heeft. Met goed de tekst lezen en goed nadenken weet je al wat zij zegt in haar nummers. Maar net als in de originaliteit en de algemene indruk die ik heb gekregen van dit album, heb ik het gevoel dat Ilse te lang blijft hangen bij de thema's van liefdesverdriet, frustratie en eenzaamheid. Het zou misschien interessanter geweest zijn als Ilse in de eerste paar nummers over liefdesverdriet, frustratie en eenzaamheid zou praten en dat het dan later in het album opbouwt naar een fase waarin zij dan praat over dat zij leert om te accepteren dat zij niet meer samen met haar vriend of man is en moet leren om verder te gaan met haar leven en haar zelfvertrouwen weer terugkrijgt. Hoe moeilijk dat ook mag zijn, want dan voelt het hele album meer soort als een soort van reis aan. Van, er is een situatie en je werkt jezelf toe naar iets, weet je wel. Maar het is een hele reis om daar naartoe te komen. Gewoon als persoon zijn. Je bent met je partner uit elkaar gegaan. Het voelt heel erg kut. En je moet er proberen overheen te komen. En dat is lastig. Maar dat is ook iets interessants om dan te ontdekken op dit album. Als dit de hele aanpak zou zijn geweest door het hele album, dan zou dit project echt kunnen werken. Maar hoe het er nu uitziet, nee, helaas niet. Niet voor mij tenminste dan. Ilse zingt geweldig, zelfs als zij zich inhoudt voor de toon van dit project met het zingen. Je zou haast denken dat zij dan als een typische Amerikaanse country zanger zou klinken, maar ik zeg het je, haar zang en haar manier van woorden en zinnen articuleren is puur natuur. Het is niet echt gedwangmatige twang of zoiets, weet je wel. Van, keep me around, keep me home, to the plane, where I belong, weet je wel. Maar eerlijk gezegd mis ik wel haar hoger uithalen, waarbij ze echt hoger en harder gaat zingen. Dat gaf je dan wel het gevoel dat je dan naar een Ilse de Lange album aan het luisteren bent. En ik kom daar hier later nog even op terug. Ook zouden sommige nummers beter werken als het gewoon als een akoestisch nummer gezongen wordt door Ilse.
met haar gitaar, zonder achtergrondzangers, weet je wel. Gewoon als gewoon akoestisch nummer, even geen toeters, geen bellen, weet je wel. Kan werken. De zangeres wordt ook nog ondersteund door achtergrondzangers om zo haar zang wat meer diepte te geven in de hoge en de lage tonen. Als er op één toon gezongen wordt, dan blijft het heel saai, maar als je op meerdere tonen blijft zingen, dan hou je nog wat tenminste interessant. Gewoon voor het oor dan tenminste. Bij dit album heb ik heel wat issues met de productie. Hoewel de productie gedaan is door een levende muzieklegende als T-Bone Burnett, het eindresultaat is tegenvallend en zorgt niet voor verrassingen. Bij het beluisteren van dit album begon ik me gaandeweg zo te vervelen dat ik bijna een dutje op de bank wilde gaan doen. Wat ik trouwens ook gedaan heb toen ik dit album voor het eerst ging luisteren. En ik de eerste paar nummers viel ik bijna in slaap. Dacht ik even van, weet je wat, ik ga even liggen op de bank. Dan draai ik in de tussentijd, terwijl ik aan het dutten ben, even dit album, weet je wel. Ja. Het album voelt daarom ook meer als achtergrondgeluid aan om de stilte in je huis of appartement op te vullen dan als een muzikale ervaring waar je je tijd aan wilt besteden. Dit is jammer, want ik ben iemand die de liedjes van Ilse de Lange leuk vindt en dit album voelt daarom voor mij aan als een enorme teleurstelling. Echter, er zijn wel een paar nummers die ik wel kan waarderen, zoals openingsnummer New Amsterdam en No End In Sight. Terwijl nummers als Where Dreams Go To Die, Always Been en The Only Thing I Ever Got Right het soort nummers zijn die je zo'n hypnotisch gevoel geven die je daarna in slaap sussen. En dat bedoel ik natuurlijk niet op een hele positieve manier. Slaapsussende nummers kunnen werken als dat de bedoeling is. Maar dat is hier bij die nummers niet de bedoeling. Eigenlijk, denk ik. En om eerlijk te zijn, in slaap vallen is het allerlaatste wat ik wil op een muziekalbum. Zeker van artiesten die ik kan waarderen. Always searching, looking for gold in a better way. Het was me een klus om het hele album van begin tot eind af te luisteren. Niet omdat ik het slecht vind, maar omdat dit project zo saai is. Ondanks het geweldige optreden van Ilse. Bij een goed optreden hoort ook namelijk ook een goede productie. Ook een groot probleem is, dat heb ik tenminste van meegekregen van het interview bij de Wereldwijd Door van Ilse, is dat Ilse de totale regie aan T-Bone Burnett heeft gegeven, waardoor zij bijna tot geen eigen inbreng op dit album kon geven en ik vond dat Ilse ook haar mond open mocht trekken bij de productie van hoe zij het album wilt hebben, wat zij uiteindelijk niet gedaan heeft. Het album had misschien veel beter kunnen zijn als hij ook een beetje assertief durfde te zijn bij de productie van dit album. Denk maar aan Michael Jackson's tweede studioalbum Thriller, die trouwens ook geldt als een van de best verkochte albums aller tijden. Stel je eens voor dat Quincy Jones, net als T-Bone Burnett, de totale regie had over dit album. Vooral bij de productie. Als Michael Jackson niet aan zou geven wat hij met de liedjes wou doen en ook met de productie, dan zou dit album heel anders zijn. Want zo wou Quincy Jones, de hitnummer Billie Jean van dit album, de intro daarvan kort knippen. En ik denk niet dat het album zo goed zou zijn als dat het nu was geweest. Of dacht je van het Nederlandse hiphop duo Pete Philly en Percocide, die hun tweede studioalbum Mystery of Beats gemaakt hadden. Als één van de twee heren de totale controle had en de ander alles moest doen wat er gezegd wordt, dan waren hun albums Mindstate en hier bijvoorbeeld Mystery of Beats misschien niet zo goed als dat ze nu zijn. Deze twee heren die hadden constant ruzie met elkaar, met de productie. Dat heb ik zo meegekregen via een interview toen ze uit elkaar gingen. Uiteindelijk was het gewoon puur om een goed product te maken. En dat is natuurlijk een album of een liedje bijvoorbeeld, weet je wel. Kortom, hoewel ik Ilse een geweldige zangeres vind, is dit album niet de moeite waard om te gaan checken. Het heeft voor mij gewoon te weinig replay value om terug te komen naar dit album. Ik heb meerdere keren naar dit album geluisterd, maar heel veel beter werd het project er niet op uiteindelijk. Als Ilse wat meer initiatief en assertiviteit toonde bij de productie van het album, dan had Gravel & Dust een geweldig album kunnen zijn. Misschien spreekt dat ook meer mensen aan, want ik heb niet zo heel veel met country, maar ik probeer het wel leuk te vinden. Er zijn ook wel een paar leuke nummers die country heeft, zo weet je wel. Maar nee, dit is... Nee, helaas niet. Nou, wat voor cijfer ga ik Gravel & Dust geven? Nou, Gravel & Dust krijgt op mijn gevoel uit, op een schaal van 1- tot 10+, krijgt Gravel & Dust van mij een 3+ tot 4-. Ja, het, wat ik al zei, nogal teleurstellend, heel saai, slaapverwekkend. Kijk, productie is niet per se slecht. Ilse doet ook heel erg geweldig op dit album, maar dat maakt het niet meteen een goed album uiteindelijk. Ilse, als je kijkt, toen jij aangaf via Facebook dat jij dit jaar een album uit ging brengen, dacht ik echt van, oh yes, ik kan echt niet wachten, weet je wel. En ik heb het uiteindelijk ook gecheckt. En het is niet om te zeggen dat je slecht bent of zo. Ik moet het wel nageven, respect voor T-Bone Burnett. Kijk, T-Bone Burnett heeft echt de vinger in de pap bij de productie van jouw album eigenlijk. En ik denk bij mezelf, kijk, dit is jouw album, daar mag jij ook wat zelf ook
wat van zegt van hoe jij het wil. Thibaut Bonnet moet jou helpen, niet de totale controle overnemen van hoe hij het wil of zo, weet je wel. En natuurlijk, het is een man die heel veel lof heeft gekregen voor zijn werk. Maar dat betekent niet altijd dat alles wat hij doet altijd wel geweldig is, zo weet je wel. Want uiteindelijk kunnen mensen zoals hij ook fouten maken. Denk maar aan Francis Ford Coppola met de Godfather films. De derde Godfather film was niet zo goed als de eerste en de tweede bijvoorbeeld. Of George Lucas, van bekend met de Star Wars films. Ja, dat ging ook op een gegeven moment niet zo goed. Ja, kijk Ilse, wat ik al zei, je durft een beetje assertief te zijn en initiatief te tonen met de productie. En als je weer een album gaat maken met grote legende, durf ook gewoon een beetje de leiding te nemen eigenlijk. Want het is jouw album, wat ik al zei. Dit moet echt niet meer gebeuren, Ilse. Jij moet het gewoon voor jezelf doen, weet je wel. En ja, ik gun het je ook allemaal, weet je wel. Ik ben ook heel erg blij voor dat je het zo groot wil maken. Maar uiteindelijk moet jij het doen, Ilse. Niet iemand anders voor jou, weet je wel. Zo werkt de wereld daar helemaal niet. Ja, ik hoop dat jouw volgende project wel een stuk beter is. Want ik was een beetje teleurgesteld in het project. Sorry, maar no hard feelings. Ik vind je nog steeds goed, maar neem ook wat meer de leiding uiteindelijk. Nou, dat was dus mijn albumrecensie van Gravel & Dust van Ilse de Lange. Maar wat vinden jullie trouwens van dit album? Vind je het een goed album of geen goed album? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik wat voor opsteken. Vergeet ook niet om wat feedback achter te laten, zodat ik weet hoe ik mijn video's kan verbeteren. En ik zie jullie de volgende keer terug in de gloednieuwe video van mij. Oké? Okay? Doei!